middag, namiddag. Super fijn om hier bij het Velomuseum te zijn. Parijs tot Nice, tot aan de Poggio, en de rest doe ik alleen. Mijn winterdagen alleen gesleten, als beest getraind, als kind geweend. En van verdriet, van eenzaamheid, van al dat lijden. En van geluk, van dankbaarheid. De primavera kan me bevrijden. Ik voelde in de omloop het zuur tot in mijn banden. Ik vocht nog als een leeuw, maar een haan deed mij verbranden. In achteruit gaat het niet vooruit. In ralenti volg ik de eerste niet. Maar ik ben een kieke uit een Brussels ei. Ik eet met mijn handen, maar fietsen doe ik met mijn tanden. Van Parijs tot Nice, tot aan de Poggio, en de rest doe ik alleen. Mijn winterdagen alleen gesleten, als beest getraind, als kind geweend. En van verdriet, van eenzaamheid, van al dat lijden. En van geluk, van dankbaarheid, de primavera kan me bevrijden. Solo. Twaalfde, dat is de uitslag niet. Mijn aartsrivaal voelde zijn benen niet. Dat maakt me nijdig, ik toon wel op kassei dat ik de beste ben, monsieur Paris-Roubaix. Van Parijs tot Nice, tot aan de Poggio, en de rest doe ik alleen. Mijn winterdagen alleen gesleten, als beest getraind, als kind geweend. En van verdriet, van eenzaamheid, van al dat lijden. Van geluk, van dankbaarheid, de primavera kan me bevrijden. Dames en heren, het is echt fantastisch om hier te mogen zijn. Ik breng een stukje van mijn theatershow die ik volgend jaar, waar ik mee wil rondtoeren. Dat gaat over 1969, volgend jaar, exact 50 jaar geleden. Dat is niet zomaar een jaar. We weten allemaal dat in juli 1969 de mensheid een hele grote stap gezet heeft. We zijn namelijk op de maan geland. En gelijktijdig is het natuurlijk het jaar van Eddy Merckx. Eddy Merckx die mij aangezet heeft tot het wielrennen, zoals heel veel jongeren vroeger. Daarom dat het ook onze taak is om nu terug een wereld te scheppen met veel meer fiets en veel meer wielrennen, om zo ook weer de jeugd te motiveren. De jeugd heeft voorbeelden nodig. En niet alleen Ronaldo's en Messi's, maar ook terug Eddy Merckx'en. En Brussel met 10% van de Belgische bevolking moet vol met talent zitten, daar ben ik zeker van. Het volgende liedje gaat over een heel dramatische koers.
Parijs-Roubaix. Een koers waar Eddy Merckx per se zijn aartsrivaal wou kloppen, die hem geklopt had in de omloop Het Volk, Roger de Vlaming. En door die strijd, Roger tegen Eddy, is Walter Godefroot met de overwinning gaan lopen. Volgende koers, Paris-Roubaix.